Christopher Block. Ja. Als ik zeg verbinding, waar denk je aan als eerste? Connectie. Connectie van wie? Connectie tussen energie, tussen alles, tussen ons, het leven, de natuur, het universum, alles eigenlijk. En alles is in connectie met elkaar. Dus wat gebeurt als er geen connectie is? Dan is er geen harmonie en dan is er, het kan eigenlijk niet, denk ik. Geen connectie. Dan houdt het op met bestaan, denk ik. Dan valt het uit elkaar. Ja. En verbinding in de wijk? In de wijk, tussen mensen. Wat jij daaronder verstaat? Verbinding in de wijk, dat zie je tegenwoordig niet meer zo heel veel. De mensen zitten meestal online. Maar in bepaalde gedeeltes, wat ze dan achterstandsbuurt of volksbuurt noemen, zie je wel juist heel veel verbinding tussen de mensen, buren. En dat is wel iets wat ik mooi vind. Om mensen te verenigen, zeg maar. En die verbinding in de wijk, als je dat wel ziet, wat is dan het geheim van die verbinding in de wijk? Nou, sommige mensen die hebben niet veel materiële dingen om zich te laten afleiden. En die genieten gewoon van de kleine dingen in het leven, zoals contact met mensen of mooie momenten, iets delen. Ja, sociaal contact en dat soort zaken, denk ik. Perfect.